Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Renske. Renske kampt al een flink aantal jaar met lipuideem. Dat zijn zwellingen in je vetweefsel. Er bestaat ook lymfuideem. Dit is lipuideem. Lip is een afkorting voor lipo. Lipo staat voor vet. Uideem is een ander woord voor zwelling. Ze heeft zwellingen in van haar vetweefsel. Hier heeft ze behoorlijk wat last van. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. En ja, ze wil hier graag vanaf. Van de lasten vooral, die daaruit voortkomen. Maar natuurlijk ook van de zwellingen zelf. Nou, nu, brengen zwellingen brengen ook wat gewicht met zich mee. En dat zit Renske ook al jaren in de weg. Dus is Renske op een caloriebeperkt dieet gegaan met als doel gewichtsverlies. En ze had gehoopt dat wanneer ze gewicht zou verliezen en ja, je lichaam dan dient brandstoffen uit je reserves, ja, waaronder je vetreserves gaat plukken, had ze gehoopt dat door dat plukken van vetten uit haar vetreserve, dat dan haar uideem, de zwellingen al daar, af zou nemen. Maar het tegenovergestelde is het geval. Sinds Renske dit caloriebeperkte dieet volgt, is haar lipuideem eigenlijk alleen maar toegenomen. En zijn de klachten daarmee samenhangend ook alleen maar toegenomen. En dit begrijpt ze toch niet echt. Daar heeft ze wel eens over gehoord en gelezen, maar ze begrijpt het niet. Dus de vraag van Renske is: hoe kan het dat wanneer ik op een caloriebeperkt dieet ga en in theorie dan de vetten afkomstig uit mijn vetweefsel afgebroken zouden moeten worden en mijn vetweefsel zou moeten slinken, dat dan ik meer last krijg van lipuideem, dus zwellingen in mijn vetweefsel? Hoe kan dat? Nou, Renske. Wanneer zullen zwellingen ontstaan? Zwellingen zijn eigenlijk reacties van jouw lijf op schade. Dus wanneer specifiek in jouw vetweefsel zwellingen ontstaan, dan duidt dit op schade. Schade daar specifiek in jouw vetweefsel. Dat betekent dat wanneer je met lipuideem kampt, de conditie van jouw vetweefsel niet al te best is. Want ja, kennelijk heerst er schade al daar. Dat betekent wanneer lipuideem, dus de zwelling al daar, het gevolg is van schade, dat dan lipuideem toe kan nemen wanneer de schade niet minder wordt, maar dat is wanneer de schade erger wordt. Dus wanneer jij een dieet gaat volgen welke zorgt voor extra schade, al daar, in jouw vetweefsel, ja, dan kan dus gedurende dat dieet en ook door jouw dieet je lipuideem gaan toenemen. Als gevolg van die extra schade, al daar. En waaruit dus een zwelling volgt. Dus vermoedelijk, aangezien jij hebt gemerkt dat je sinds het volgen van je caloriebeperkte dieet meer last hebt van je lipuideem en de klachten daaruit voortkomend, berokkent jouw dieet en de stoffen aanwezig of afwezig in jouw dieet, berokkent extra schade aan jouw vetweefsel. Wanneer kan schade ontstaan? Schade kan ontstaan bijvoorbeeld wanneer afvalstoffen opstapelen. Afvalstoffen zijn belastende stoffen welke schade kunnen aanrichten. Dus wanneer afvalstoffen opstapelen, in dit geval in je vetweefsel, want kennelijk is daar schade, en dus niet goed afgevoerd worden. In dit geval uit je vetweefsel. Nou, en wat voor afvalstoffen? Want ja, je kan afvalstoffen onderverdelen in twee categorieën: wateroplosbare en vetoplosbare. Welke zullen opstapelen in specifiek jouw vetweefsel? Ja, dat zijn die vetoplosbare varianten. Maar beide worden voortdurend gevormd in jouw lijf, zowel wateroplosbare als vetoplosbare. Dus vermoedelijk, aangezien de schade in jouw vetweefsel vermoedelijk meer is geworden
Vermoedelijk zijn er extra afvalstoffen, vetoplosbare afvalstoffen, in jouw vetweefsel terechtgekomen nu gedurende jouw dieet. En konden die niet goed afgevoerd worden, met dus een verergering van je klachten van je lipuitdeem tot gevolg. Wanneer zullen afvalstoffen flink gaan opstapelen, zal de afvoer van afvalstoffen in jouw lijf, waaronder de vetoplosbare, verslechteren. Want dit is kennelijk aan de orde. Jouw lichaam, ieder lichaam, heeft één prioriteit. Dat is jou te laten overleven. En dat overleven, dat hangt samen met het behoud van zo stabiel mogelijke bloedwaardes. Je bloeddruk, je bloedsuikerspiegel, het vochtgehalte in de bloedbaan, de zuurtegraad en de hoeveelheid opgeloste stoffen. En die gehaltes, dat gehalte aan al die waardes, die schommelen voortdurend. En dan moet je lichaam met behulp van hormonen steeds bij gaan stellen. Maar ja, dat lukt jouw lichaam niet altijd even goed. Wanneer lukt jouw lichaam dat niet zo goed met behulp van de hormonen die een schommelend gehalte en een afwijkend gehalte van het ideaal weer moeten helpen herstellen? Nou, dat is wanneer jij met je voeding, in dit geval je caloriebeperkte dieet, tekorten veroorzaakt in vocht en essentiële voedingsstoffen, stoffen die je lichaam niet zelf kan vormen, of overschotten veroorzaakt in niet-essentiële stoffen. Op het moment dat jouw voeding, in dit geval je dieet, je caloriebeperkte dieet, tekorten veroorzaakt in vocht en essentiële stoffen, en of overschotten in niet-essentiële stoffen, dan draagt jouw voeding bij aan sterke schommelingen in jouw bloedwaardes, die vervolgens niet goed met behulp van de hormonen in je lijf hersteld kunnen worden. Dan ervaart je lichaam stress. En wat doet je lichaam bij stress? Dan moet het jouw weefsels gaan uitputten van stoffen die in de bloedbaan nodig zijn om zo goed mogelijk te kunnen overleven nadat die waardes allemaal verstoord zijn geraakt. Nou, en we willen het liefste niet dat wanneer die waardes verstoord zijn geraakt, dat het dan ten koste gaat van de stoffen aanwezig in de actieve weefsels van jouw lijf. Want ja, dan kunnen processen daar niet plaatsvinden. Dus dat gaat dan ten koste van steunweefsels. Vetweefsel is gespecialiseerd steunweefsel. Dat betekent dat wanneer jouw bloedwaardes fluctueren en dat regelmatig aan de orde is en ook best wel heftig aan de orde is en je lichaam lukt het niet goed om die bloedwaardes te herstellen, dat dit ten koste gaat van jouw steunweefsels, inclusief het gespecialiseerde steunweefsel, vetweefsel. Die raken dan uitgeput, die weefsels, die als steunweefsels, van onder andere vocht. Met als gevolg dat afvalstoffen daar niet goed meer afgevoerd kunnen worden en opstapelen. Afvalstoffen waaronder vetoplosbare varianten. En waar raken die opgestapeld en kunnen die dan niet goed meer afgevoerd worden? Ja, vetoplosbare afvalstoffen, ja, in vetweefsel. Dus dat kan de conditie van jouw vetweefsel doen verslechteren wegens een opstapeling van vetoplosbare afvalstoffen. Die het gevolg dus is, hoorde jij nu, van bloedwaardes die verstoord raken en niet goed hersteld kunnen worden. Dit betekent of doet vermoeden dat jouw caloriebeperkte dieet niet goed bij heeft gedragen aan het behoud van stabiele bloedwaardes. Maar daar kan je dieet dus wel aan bijdragen. Wanneer je dieet, maar ja, daar richt je niet op. Wanneer je de calorieën in jouw voeding beperkt, ja, dan ben je alleen maar bezig met caloriebeperking. Wanneer jouw voeding, jouw caloriebeperkte dieet, tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen zoveel mogelijk voorkomt en zo min mogelijk overschotten veroorzaakt in niet-essentiële stoffen, dan kan jouw dieet bijdragen aan het zo goed mogelijk behoud van stabiele bloedwaardes en na verstoring van de ideale waardes in jouw bloed, het herstellen daarvan. En dat, die stabiele bloedwaardes en het met behulp van hormonen zo stabiel mogelijk houden, is nodig om steunweefsels, waaronder je gespecialiseerde steunweefsel, je vetweefsel, in goede conditie te kunnen houden en niet steeds uit te putten en geen afvalstoffen al daar op te laten stapelen waaruit schade ontstaat. Lipuitdeem is het gevolg van schade. Schade
specifiek in jouw vetweefsel. Schade die kan ontstaan wanneer je steunweefsels, waaronder het specialiseerde steunweefsel vetweefsel, regelmatig uitgeput raakt en geen kans krijgt te herstellen. Dat is dus het gevolg van bloedwaardes die niet goed na verstoring hersteld kunnen worden of voortdurend ook hersteld of verstoord raken. En daar heb je met je voeding invloed op. Kennelijk, jouw caloriebeperkte dieet verstoorde jouw bloedwaardes en droeg niet bij aan het herstel ervan. Maar pas jij je caloriebeperkte dieet aan, optimaliseer je dieet in vocht en essentiële voedingsstoffen en minimaliseer je het in niet-essentiële stoffen, dan kan jouw voeding weer beter bijdragen aan het behoud van stabiele bloedwaardes. En dan zal dus minder schade berokkend worden aan je steunweefsels, inclusief je vetweefsel. En krijg jouw steunweefsel, waaronder je vetweefsel zelfs, kans wellicht om te herstellen van eerdere schade. En dan, enkel dan, kan lipuideem afnemen misschien, maar in ieder geval zal het niet verergeren ten tijde van je dieet. Maar gewichtsverlies door calorievermindering, maar vervolgens het verstoren van jouw bloedwaardes? Nee, garandeert dus niet een vermindering van lipuideem en de klachten daarmee samenhangend. Heb jij helaas ook gemerkt?